Goedemorgen, het is zondag 31 mei, 6:10. En vandaag ga ik naar Zwitserland om Switchfoot en Hillsongjongen Free te interviewen. Over een half uur komt de taxi. Er is alleen één probleem en dat is echt een beetje gek. Ik ben vannacht een soort van ziek geworden. Ik heb echt bijna niet geslapen. Ik had het steenkoud, ik zat helemaal te rillen. Gisteravond kwam het ineens. En ik voel me nu op zich nog wel redelijk, dus ik ben benieuwd hoe het is als ik opsta. En ik voel me nog niet echt beter. Op zich gaat het wel, maar af en toe dan als ik echt beweeg, dan krijg ik echt zo'n soort van vaag gevoel. En ik heb van die droge lippen. Maar goed, ik neem nog wat water, nog wat koffie en dan gaan we zo weg. 6:30. Goedemorgen. Hallo, ik ben Joram. Ik ben Joram. Hi, hallo. Tot ziens. Tot ziens. Aangekomen in Zurich, Zwitserland. Het is inmiddels 11 uur. En Tim en Ruben, de camera en geluidsman, die zijn hier ook. Maar die zijn al uitgestapt. Johan loopt ergens achter me. Wat gaan we nu doen? De auto ophalen? Dat is een hele lange vlucht, hè? Nou echt ja, zeker een uur. Ja, we gaan nu de auto ophalen. Top. Je moet je nog even voorstellen. Hi, ik ben Ruben. Joran moet het vandaag met mij doen. En wat moet ik met jou doen? Camera, hè. Camera. Doe camera. En dat is geluidsman, Tim. Tim, hoi. Top. Even een klein resume, wat hebben jullie in het verleden zo voor de EO gedaan? EO Familiedag, dat was onze specialiteit. Dat was het hoogtepunt. Ja. Top. Mooi. Nou, let's go. Nou jongens, we zijn er. Waar zijn we nu? Frauenfeld. Frauenfeld. Je ziet daar mensen al met midget golf stokken lopen. Ik ga straks ook midget golfen met Hillsongjongen Free. En hier daar gebeurt het. Een soort boerderij. Het is nu nog uitgestorven, maar vanmiddag gaat het hier helemaal los. We gaan even de spullen pakken, locatie bekijken. En het is nu 12:30. En om 2:30 hebben we het eerste interview met Jongen Free. Dus ik kan nog even 2 uur mezelf midget golf aanleren. Ja, er wordt hier flink gebarbecued. We hebben net een enorme hamburger weggewerkt. Het is bijna 1 uur, 6 minuten. En dan ga jij met de grote bazen zitten, toch? De grote bazen achter de bench. En dan moeten we maar horen wat we wel en niet mogen. Ik heb alles voorbereid. Al in mails, wekenlang. Ik moet ze toch nog even een keer... Maar het zou dus kunnen dat we, want we willen met Hillsongjongen Free willen we midget golven en met Switchfoot zwemmen. Het zou dus kunnen dat ze zeggen, nee, dat gaan we niet doen. Ja. Nee, maar je weet nooit, op het laatste moment kunnen soms kan zo'n moment ineens zeggen van... Nou ja, ze zijn moe of ze hebben geen zin in of... Ja, het is super lekker voor een duikje, hoor. Ja, dit is goed. We zijn op de midget golfbaan waar ik zo meteen ga midget golven met Hillsongjongen Free. Ze komen met 11 man, dus dat is wel een flinke club. Flinke club. Ja. Zo, die hangt niet eens door. 60 minutes interview. Oh, you want to go there? I can feel more flexible now. Yeah, Johan, can we get another bench? Or? Wait. In 2012, we had our annual summit here, which where all our youth ministry gathers together. And it was there that God really dropped something in. Nou, we zijn inmiddels aangekomen in het zwembad waar we Switchfoot gaan interviewen. We zijn even een goede locatie aan het spotten. Het is nogal groot hier. En ik ga sowieso het water in, dus ik ga nu mijn zwembroek aantrekken. Maar ik hoop dus dat die gasten met me meegaan, maar dat is nog de grote vraag. De een zegt, nou dat doen ze niet, dat kan niet, we hebben geen tijd. De ander zegt, ja waarschijnlijk doen ze dat wel. Dus we wachten het af, ze zijn er over 10 minuten. Ik heb mijn zwembroek aan. En ik heb ook iets anders gedaan zojuist. Ik liet namelijk mijn telefoon vallen. Helemaal kapot. Steve Jobs, shout-out naar jou. Gelukkig heb ik hier toch geen internet, dus dat scheelt weer. California,
much greener than California. Yeah, that's right. Incredible! Bombages. Like the bomb, yeah. Bombages. Yeah. So maybe we often want to go to a cannonball. Oh, yeah. Yeah. Compare techniques. Yeah. Alright, let's see what Holland has to offer. Good track! Good track! Good track! You can do it! Woo! Yeah, it was terrible, right? Tell us what the American guy. But look, look! Okay, high five. Nog een keer, high five. Nee, hè? Het was slecht, hè? Daar was ik nog bang voor. Misschien kunnen we gewoon op YouTube kunnen. Patatjes met mayonaise. Ik vond dit interview leuker dan met Young or Free. Ja, ik ook wel. Gewoon goede quotes, goed nagedacht over dingen, bommetjes gesprongen. Ik vond het lachen. Johan, je hebt alleen mijn handdoek aan die gast gegeven en nu heb ik geen handdoek meer. Last my life. Sorry. Ik bel wel even. Oh nee, mijn iPhone is kapot. We willen binnen nog wat shots draaien van de shows. Hillsong Young & Free begint over een kwartier. Dus we gaan zo eens even kijken. Ik ben heel benieuwd naar de optredens. Let's call it a day. We zijn klaar. We hebben net wat beelden geschoten bij Switchfoot. Hillsong Young Free hadden we al gedaan. Dat betekent maar één ding, Johan. Tijd voor een klein biertje. Tijd voor een klein biertje in het hotel. 30 minuutjes rijden. Maar dan is het toch een mooie dag geweest. 12 uur geleden stapten we het vliegtuig in. En daar komen ook nog onze bobo's. Hoe vonden jullie het vandaag, jongens? Hij was leuk. Het ging lekker. Jij maakt je een beetje zorgen over intro vanochtend? Nee. Oh, ja, weet je. Maar maakt me allemaal niet uit, joh. Wat is het money shot van vandaag? Money shot? Het laatste, dat was leuk. Ja? Ja, dat was tof. Ik vond het heel gezellig. Wel pijnlijk dat je nu niet mijn bommetje noemt. Nee, maar die zou ik toch even geheim houden. Oh ja, dan kunnen we die nog uit de montage laten. Stom. Een beetje aandikken. Aan ja. Het is 11 uur geweest, ik ben in het hotel. En ik heb net nog heel even een klein drankje gedaan aan de bar. Met Johan en Ruben en nu ga ik slapen. Morgen om 6:15 ontbijten. En dan gaan we naar het vliegveld en naar huis. Ik ben zo ontzettend moe. En nog een beetje koortsig. Maar het was een mooie dag. Slaap lekker. Ik tril helemaal van de kou. Slaap lekker.